net iets anders doet, net iets beter, iets sneller aanlopen. Hè, wat, of het nou van onder of van boven komt, wellicht zit daar een verbetering in. Opgepast dus voor het forceren, want dan gaat het helemaal mis. Ja. Dat heb ik allemaal geleerd in deze speerwebfinale. Ik zou zo daar zelf nu plaats kunnen gaan nemen, maar ik dat denk doe het ik ook maar meteen. Niet. Wij kijken naar de vijfde poging van Lisanne Schol en 53-04. Dat is haar beste resultaat tot nu toe. En zij gaat nu toch wel aardig richting die 55 meter lijn. Dit is denk ik een lichte verbetering van haar beste prestatie. Ja, de speer landt aan de rechterkant van de sector. Het lijkt alsof ze de worp niet helemaal afmaakt. Dus er zit wel degelijk nog meer in. Ja, ja. We gaan in ieder geval bijna klein meter. Nummers 1, 2 en 3. Lisanne Schol had ongetwijfeld nog een paar metertjes erbij willen hebben. Maar ze krijgt wel weer een nieuwe titel achter haar naam. En wordt daarmee de vijfvoudig Nederlands kampioene. Lisanne Schol dus, winnares bij het speerwerpen voor de vrouwen. En dat was weer genieten, Melissa. Ja, het is echt, dit weekend worden we toch getrakteerd, hè, op prestaties. Het is geweldig tot nu toe. En ja, we zijn natuurlijk nog niet klaar. Want wij krijgen zo meteen het hinkstapspringen bij de mannen. En als toetje nog het kogelstoten bij, ook bij de mannen. Dus ja, we gaan zo meteen naar de ceremonie protocolair kijken van de speerwerpdames. Dat moeten we even op wachten natuurlijk, want ze gaan eerst eventjes bij hun entourage langs. En ja, toch wel voor Lisanne Schol het Nederlandse kampioenschap vieren. Je ziet ze nog een beetje analyseren. Ja, met coach Keith Beard staat daarbij in het oranje singlet en... Ja, er wordt er even nagepraat. Hè. Wat had er nog beter gekund? I'll be back.